Op de Leonardusbegraafplaats aan de Wethouder Ebbelaan is een herdenkingsplaats voor het jong gestorven en doodgeboren kind onthuld. We spreken met Martijn Wijngaarts, de ontwerper van de herdenkingsplaats. Martijn, wat een bijzonder initiatief. Dankjewel. We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het realiseren van een kindermonument, een herdenkingsplaats voor het jong gestorven en doodgeboren kind. En met trots kan ik zeggen dat het gelukt is. En hoe kom je er nou bij om dat juist nu te doen? We zitten nu in de tijd van Allerheiligen en Allerzielen. Het is vandaag Allerzielen. En we hebben een mooi moment gekozen om het monument te onthullen. En ga je dat zelf doen straks? Nee, de burgemeester komt vanavond langs en die zal officieel het monument onthullen. We zetten vanavond een doek over het monument heen. En de burgemeester die haalt het van het monument af. Want zijn er veel mensen uitgenodigd? Verwachten jullie veel mensen? Ik verwacht zo'n 50 man. Afhankelijk van het weer dan natuurlijk. En dat zijn mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij dit monument? Ja, ik heb alle buurtbewoners uitgenodigd die hier in de nabijheid van de begraafplaats wonen. Ik heb mensen gezocht die wij zelf een grafmonument geleverd hebben voor een klein kind. En we hebben ook online gereageerd of mensen uitgenodigd. Het initiatief is genomen door mevrouw Boudewijns, een collega van mij. Zij heeft een krantartikel gelezen voor het paasregistratie van het doodgeboren kind en het jong stoofkind. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om deze plek in Helmond neer te zetten. Er is een klein bedrag vanuit de gemeente overgemaakt om mee te helpen in de realisatie. En jij hebt het uiteindelijk gerealiseerd? Ja, ik heb het ontworpen. De kindertekeningen die hierop staan is ook echt bedoeld om het voor het kind te maken. Het grafmonument of het monument moest open en speels zijn. En ik denk dat het heel goed gelukt is. Ja, er kwam net al een mevrouw voorbij en die zette er al een bloemetje bij, wat lief. Ik denk dat dit echt voor heel veel mensen iets heel bijzonders zal zijn. Ja, we hebben ook echt gekeken om een inclusief begraafplaats te maken. Een project waar we de laatste tijd heel erg mee bezig zijn. We beheren meerdere begraafplaatsen en dit is de eerste stap naar die inclusief begraafplaats toe. Want mogen hier nou straks ook kindertjes begraven worden op dit plekje hier? Nee, dit stukje blijft echt voor het monument. Dit stukje is een algemeen stukje voor het jongste of een doodgeboren kind. Nou, ik denk dat jullie een heel mooi initiatief hebben en ik wens jullie heel veel succes met alles wat jullie nog op meerdere plekken gaan doen. Want dat doen jullie, hè, nog op meerdere plekken. Ja, we beheren ook de Molenstraat, of de begraafplaats aan de Molenstraat en de begraafplaats in Brouwhuis. En in de toekomst willen we graag meerdere monumenten maken. Of in ieder geval meerdere initiatieven nemen om de begraafplaats relevanter te maken, inclusiever te maken.